Na het knippen van een lint en het geven van het startschot ging in de vroege ochtend van 10 september de Prinsjes-estafette van start. 100 wandelaars, inclusief burgemeester Bruls van Nijmegen, liepen van het Vierdaagse plein naar het station in Zetten. Hier nam de volgende groep wandelaars het stokje over en begonnen ze aan hun tocht naar Ochten. De wandelestafette, georganiseerd door Maaike Heethaar van de provincie Gelderland, is onderdeel van het Prinsjesfestival. Dit is een week vol feestelijke activiteiten in Den Haag en met deze tocht wordt er een brug geslagen met deze kant van het land. Ik denk dat we een mooie aftrap hebben gehad vanochtend op het Vierdaagse plein. En dat iedereen met goede zin de tocht aan het wandelen is en net het stokje is overgedragen hier in Zetten. En we gaan nu op naar Ochten. Onder de wandelaars bevond zich een groep van ongeveer 40 studenten van de opleiding FEVA in Ede. Een van hen is Luc ten Hoven. Hij vond het een lange, maar wel gezellige tocht. Het was best lange tocht eigenlijk voor de eerste schooldag weer. Dus dat is voor onze eerste schooldag dus vandaag. Op zich prima verlopen, gezellig met de groep praten en met de mensen die ook meelopen. Die gewoon andere mensen buiten onze opleiding om. Gewoon met hun praten over wat hun allemaal doen. Gewoon gezellige tocht op zich. Om nog op dezelfde dag in Tiel te eindigen, moesten de wandelaars van de eerste etappe vroeg uit de veren. Harm Barthe, ook een VEVA-student, moest op tijd zijn bed uit, zodat hij om 7 uur aan de start kon verschijnen. Ik stond om 4 uur op, naar beneden gegaan, ontbijt genomen, in de auto gestapt, in de auto naar school gereden. Op school aangekomen, op school meteen de bus in, met de bus naar Nijmegen, speech aangehoord en daarna gaan wandelen. De tocht die nog door Rotterdam en Delft loopt, komt donderdag aan in Den Haag, waar een warm welkom op hun wacht.